Nou, dat wij van alle markten thuis zijn, dat wist u wel. Maar het is nu 6:30 in de ochtend. En we staan hier in Goorlen bij de grensmarkt. En hier binnenin heb je echt een grote hal. En er staan allemaal tweedehands spullen. En het is hier echt een drukte van je welste. 'Smiddags om 1 uur of 1, dan is hier echt de topdrukte. Dus ik snap niet waarom dat wij hier om 6:30 's ochtends moeten staan. Maar we gaan kijken. Hoe kom jij aan jouw handel? Gewoon allemaal gekregen spul. Dit heb jij allemaal gekregen? Ja, allemaal gekregen spul. Zo ben ik begonnen. Is dit voor u ook een uitje elke zaterdag, ja, of is het echt handel? Nee, het is hobby. Oh, hobby. Ja. Dus we hebben hier eigenlijk een hobbymarkt. Ja. Ja, ik heb wel mooie spullen, allemaal kristal, meestal. Nou, het is 9:00 geweest en de handel die kan beginnen hier in de grensmarkt. En ja, hier staan ongeveer 175 kramen, gewoon echt de vaste standhouders. Maar als je een zolder opgeruimd hebt, dan kun je gewoon hier een kraam huren. Dus je kunt gewoon incidenteel, kun je hier gewoon ook gaan staan met al je spullen. Nou, en elke zaterdag, ja, er zijn hier toch ongeveer tussen de 500 en de 700 bezoekers die hier komen kijken. Maar niet alleen, het is niet echt alleen op handel gericht, want hier komen mensen gewoon ook voor, ja, een sociale contact om een praatje te maken. En die schiet me vaak bij in. En je moet maar eens rondkijken gewoon waar hier allemaal staat. Oh, die toppers, die toppertjes van toen. Ik zou die mooie tijd graag met hem eens overdoen. Oh, het Nederlandse lied, ik vergeet het echt niet. Nee, nee, ik vergeet het echt niet. Met hen is overdoen. O, het Nederlandse lied, ik vergeet het echt niet. Nee, nee, ik vergeet het echt niet. Deze originele Tilburgse koekoeksklok, en die heeft een aantal kenmerken die een gewone koekoeksklok niet heeft. Zo komt het vogeltje niet naar buiten als het regent, en hij maakt een heel ander geluid. Luister maar. Koekert, 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 koekert. Ja, maar hoe zit het met de handel? Niet goed. Hoezo? Nee, gewoon slecht. Ja, de handel ligt gewoon helemaal op zijn kont. Internet die heeft voor alles kapot gemaakt wat dat betreft. Tuurlijk, op Marktplaats en ja. daar wordt het meeste, ja, verhandeld. Ja, daarom. Dus de handel die is gewoon niet alleen deze markt, maar veel markten gewoon. Ja, maar ja, het is toch van, vaak weet je niet wat je op internet koopt. En hier kun je alles aanraken. Ja, en, je kunt ook alles zien. De mensen kunnen ook zien, alles weer natuurlijk. Hè. Mm-hmm. Ja, dus, ja. En waar is jouw handel dan eigenlijk? Ik sta hier aan de overkant met fietsen. Met fietsen? Ja. Zit u zonder centen, bel de man alleen van Frisia. Dan hebben we wel de schuld, maar kunnen alles kopen op liefde na. Zit je zonder cent, een paard, de telefoon als half Nederland. Lady helpt u wel van de wal in de sloot bij uw volle verstand. Alles waar hier verhandeld wordt, dat mag alleen maar tweedehands, antiek of B-keuze zijn. En er zit ook controle op, want we hebben hier ook gewoon een echte marktmeester. En die controle is echt streng.
wil je een beetje rustigheid komen, jongens. Dan heb je een tip voor hier. Had jij regeert hier gewoon met harde hand? Ja, nou, dat is dus wel de bedoeling. Omdat, is dat nodig ook? Ja, dat is soms wel nodig. Want kijk, het is een markt geweest, al lang. Dus dat het een klein beetje uit de hand ging lopen. Nou is de nieuwe markt gestart. En met die nieuwe markt proberen wij dus hem zo netjes en zo mooi en overzichtelijk mogelijk te maken. He? En om dat te doen moet je wel verschillende personen echt aanspreken van doet nou dit of wil je alsjeblieft dat eens doen. Want dat moet gewoon in een keer, want anders, je weet wel, als je iemand zo'n stukje geeft, dan pakken ze zo'n stuk. He? Om te leven, geniet van elke dag. Leef om te leven, dat doe je met een lach. Geniet van elk moment, al is het maar voor even. Doe wat je wilt en leef om te leven. Hey, even een vraag. Die gehaktbal uit de jus, hè? Ja. Is die ook tweedehands of B-keus? Wat denk jij nou zelf? Ben haast eerlijk. Je zit de doos nog om, jongens. En hartstikke nieuw. Dit meen ik echt hoor. Kijk naar de camera als je naar mij kijkt. Doe naast. Je kijkt zo ongelukkig van die gehaktballen zijn tweedehands. Nee, die gehaktballen zijn hier helemaal niet tweedehands, jongen. Die gehaktballen zijn nu. Mensen zijn die gehaktballen hier nu. Jij zijn nu, ja. Wij gaan naar de reclame.